Ja, het is leuk dat je kijkt naar deze video. Het is, zoals jullie denken al zien, winter. Het is erg koud, waardoor de vis ook slomer gaat bewegen en zich selectief op grote aas gaat storten. Ik ga vandaag met jullie 5 tips doornemen waarmee ik de winter overbrug in de stad en ook selectief op de wat grotere vissen ga vissen. Dus ik ga jullie meenemen. Tot zo. Yes, de eerste tip die ik jullie mee wil geven is specifiek met grotere sheds vissen. Vooral nu in de winter gaat snoepwaars vooral op grote aasazen. Daardoor vis ik nu ook met grotere sheds. Ik pak dan vaak de 12 cm spiky. Maar ook van het nieuwe Strike King pakket deze, de Sluk. En daarnaast deze shed. Deze veroorzaakt enorm veel trillingen onder water. Waardoor hij extra aandacht vraagt bij de rovers. Hier heb ik al enorm veel mooie grote vissen opgevangen. En daarnaast natuurlijk de Good Old Pro Shed in een natuurlijke kleur. Daar kun je ook nooit fout mee gaan. Als tweede tip in het verlengde van de eerste wil ik jullie aanraden om met lichtere loodkoppen te vissen. Juist in combinatie met die grotere sheds kan je hierdoor een enorm lang zweefmoment creëren. Ik vis graag met de 5 of met de 7 wanneer de stroming het net niet toestaat. En zeker door deze kleine aanpassing heb ik echt het gevoel dat ik steeds meer en vaker grotere vissen in de stad vang. Nou, mijn tip nummer 3 is kies voor ook het vissen in de stad, maar juist met het vissen met grotere sheds en ook lichtere loodkoppen en wat grotere hengel. Mijn favoriet hiervoor is de TI Pro Spin Finesse 240. Deze gebruik ik heel veel voor het baarsvissen op de rivierplassen, maar ook in de stad kom je hier perfect mee weg. Juist zodat hij een gevoelige top heeft en alsnog een hele goede ruggengraat, kan je ook die grotere vissen perfect landen. En juist door die langere afmeting kan je de vis wat beter sturen, in het geval bij dit steigers, pilaren, dukdalven, waardoor je gewoon wat meer kracht hebt om over die vis te beslissen waar en wanneer die ergens heen wilt. En het liefst natuurlijk in jouw schepnet. Yes, in het verlengde van de vorige tip waar ik hem eigenlijk al een klein beetje verklapt heb, is een enorm goed schepnet, vooral een lang schepnet van belang als je in de stad gaat vissen en wanneer je die mooie grote vis die je dan gevangen hebt, wel wil kunnen landen. Het net wat ik daarvoor gebruik is het streetnet van Fox Weights. Dit is de uitvoering 3,75 meter en deze heeft mij nog nooit in de steek gelaten. Bij elke kade weet ik zo de vis eruit te kunnen halen en kan je de vis gewoon perfect vangen. Naar de kant brengen, fotootje maken en weer veilig terugzetten. Want ook dat is belangrijk. De vis weer veilig terugzetten, dus even in het net en zo eruit laten. Nou, als laatste mijn tip, en dit is misschien wel de meest belangrijk. Zorg dat je licht bepakt naar de waterkant gaat. Je ziet het al, ik heb alleen een tasje, een hengel en natuurlijk het schepnet. Daarbij een dun jasje, maar wel lekker warm. Hierdoor kan je gewoon licht bepakt de hele dag vissen. En juist doordat je de hele dag kan vissen, kan je die uren maken. En die hele dikke vis die je eigenlijk zo graag zou willen vangen, ook daadwerkelijk vangen. Dit waren mijn 5 tips. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Misschien zien we elkaar aan de waterkant. Ik ga nog even door. Zien we jullie snel.